Ik moet stoppen met spelen, Joost. Ja, stop met spelen dan. Ja, ik wil mijn handen ik kan mijn handen niet. Yo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Giergasten. Ik ben Joost. En ik ben Martijn. Ja, en naast ons staat Klaas. En Klaas, je hebt een wens ingestuurd. Wat wil jij gratis hebben? Ik wil gratis PlayStation krediet. Wat houdt dat precies in? Het is gratis geld, nou gewoon geld dat je op die PlayStation zet, waarmee je V-Bucks kan kopen of FIFA points. Top. Dus je wil geld. Oké, ja. Dus wij moeten eigen geld gaan verdienen. Ja, daar hebben we een leuk idee voor. We hebben namelijk totaal geen muzikaal talent. En toch gaan we er geld mee ophalen. Nee hoor, dat gaan we doen. We gaan hier en dan gaan we straatartiesten nadoen. Wat was je eerste zin? Geen idee, dus ik was aan het brabbelen. We gaan even installeren daar zo, op het drukke dammetje. En dan gaan wij net doen alsof wij heel goed deze instrumenten kunnen bespelen. Maar wij zijn echt super amuzikaal. Doet deze box aan het werk. Zo, iemand is de show aan het stelen hoor. We hebben concurrentie hier zo. Is een beetje ook. Wat de hel is de concurrentie aan het doen, jongens? Jij even met de pet rond. Laat hem aftrappen met een Mozartje. Een klassiek. Is dat alleen piano? Ik heb geen idee, gast. Hé, hey, wie gaat eerst? Bar. Oké, dit moet ik niet echt doen. Mensen zien nu al gelijk dat ik het niet kan. Ah, kijk eens. Ik krijg nu al geld. Ik heb nog maar 3 noten aangeraakt en we hebben een eurootje op zak. Dit is echt weer een houtje touwtje idee, gast. Ja, hé. Kijk even naar de constructie. Kijk, die gasten hebben het al gelijk door. Die zien mij hier een box onderleggen. Je moet wel spelen, hè? Ja, ja. Krijg wel geld, Martijn. Ik heb mijn ogen dicht. Ik zie nog jongens, niks. Jongens, geef eens even geld van die jongen. Hey, thanks, bro. Lekker, jongens. Kijk. Dan schaam ik me tenminste niet voor niks. I love it. She loves. Thank you. Dank je wel. De eerste dame van ik dacht, die vindt het verschrikkelijk. Wow, hoe doet hij dat? Wow! Martijn, kom op man. 5 euro! Dit is 5 euro! Lekker pik! Terwijl Martijn even zijn show aan het opvoeren is, ga ik even vertellen hoeveel we verdiend hebben. 5 euro. Plus 3 maakt 8. 9. Bro, we hebben bijna 11 euro hierin zitten. Dit is toch fantastisch? Oh, kijk eens. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Wij zijn hier klaar. Ja, we kunnen gewoon niet tegen onze concurrent op. Nee, toch hebben we wel 15 euro opgehaald. 15 euro? Ja, het is tijd voor een nieuwe locatie. Ja, waar zat je te denken? Iets rustigers. Ik zat te denken aan het Leidseplein. En dat komt omdat ik daar niet heel vaak meer straatartiesten zie. Ja, maar daar heb je ook weer dezelfde akoestiek. Vertel, waar zit jij aan te denken? Ik zat meer te denken aan een gesloten ruimte. Dan is de akoestiek beter. Laten we doen. Nobody cares. Oh, dat is voor mijn geld. Dat mensen geld willen geven. Ja, nou wel. Voor mij mag je blijven zitten hoor. Ja, toch? Heb je geen toestemming? Nou ja, dat is toch openbare supermarkt? Ja, volgens mij mag je blijven. Dit is geen piano, Joost. Ja, sorry, ik deed me even heel snel terug naar klassiek. Doe je het echt in de split? Ik moet stoppen met spelen, Joost. Ja, stop met spelen dan. Ja, ik kan mijn handen niet. Ik krijg je net te verwijderen. Oh, echt? Ja, echt waar. Het is heel onschuldig wat er gebeurt. Ja, snap ik. Maar één, het gebeurt zonder toestemming. Vind ik eigenlijk... Ja, we wilden geld ophalen. Oké. Voor het goede doel. Oké, ja, dat snap ik. Maar, jezus Joost. Gozer. Ik snap het grapje. Ik kan er normaal gesproken komen. Okay. Ja, nee, maar... De appie vond het wel gezellig. Ja, maar we moesten toch weg. Ja, en we hebben ook 0 euro in de appie opgehaald. Nee, ik had er meer van verwacht eigenlijk. Ik vind wel leuke locaties. Ja, maar je moet mensen hebben. Kijk, hier lopen mensen het door. Want mensen zijn aan het boodschappen doen. Waarom? Waarom doen we niet op een locatie waar mensen toch al zijn en niet weg kunnen? Laten we zeggen, een pashokje. De H&M. Ik heb nu wel publiek, maar... Geen aandacht voor je? Zo
Sorry, wat is er aan de hand? Nou, die moeten we nu de stoel vragen of het mag. Ja, dus. Ja, je moet weg. Ja. Ja, dat zag ik ook. Ja. Maar goed, het goede nieuws is wel... Ja, heb je geld gekregen van de mensen die... Nee, maar we hebben wel een shirt verkocht. Oké, okay, Joost, we hebben het geprobeerd bij mensen in de supermarkt. Ja. We hebben geprobeerd mensen die niet weg kunnen in hokjes, werden weggestuurd. Misschien moeten we het gewoon maar het geld direct gaan opzoeken. We gaan naar de Rabobank. Ja. Dat is veel comfortabeler. Ah, oh, kijk eens, we krijgen geld. Hé, ik krijg al geld, Pik. Dankjewel, vriend. Dankjewel, man. Hé? Wat is dit? Oh, ja. Dit is mijn moment. Dicht op het geld. Ja. Ja. Kijk! Ben je nou het lukt! Ik zie dat u meer van klassiek houdt. Dus dacht ik speciaal voor u door klassiek. Hoppa! Hey! Dankjewel, bro! Hoppa! Dankjewel, man. Ik haal serieus een mandje op. Kijk! Dankjewel, schat. Ik haal serieus veel geld op. Hé, hey Martijn, ik ben er klaar mee. Hey, er is één man die kan het niet geloven. Die zit al echt al 15 jaar met te kijken en die verbaast zich over de hoeveelheid geld dat ik heb gekregen. En ik moet eerlijk zeggen, ik ook. Gast, ik ben letterlijk een soort van gaan pinnen. Ik zei net al, ik weet dat het geen wedstrijd is, maar ik ben er wel klaar mee. Ja, ik haal al wel euro's. Ik heb misschien 5 cent opgehaald. Kijk eens, amigo. Bedankt voor het wachten, jongen. Ja, geen probleem. Ik kan je verklappen. Het is gelukt. Het is gelukt, yes. Inderdaad. Alsjeblieft, jongen. Jouw PlayStation kaart. Ik ken het niet, yes. Leuk, Pik. Ja, je bent er blij mee? Heel blij. Top, ja, dan zijn wij er ook blij mee. Heb jij nou ook een wens, net als Klaas? Zet gewoon even in de comments en weet zij volgende week dan wel gewoon naast ons. En gewoon jouw wens in vervulling brengen. Tot volgende week. Ja, vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En als jij nog een groetje wilt doen aan je moeder, dan kan dat. Nou, groetjes aan mijn moeder. Ah, dat vind ik lief. Ik ook lief. Hey, nou, groetjes aan zijn moeder.